verven. Peppa en George gaan vandaag verven. We hebben wat oude kranten nodig om op tafel te leggen. Ja! Papa Big is zijn krant aan het lezen. Jullie mogen mijn krant pas hebben als ik hem uitgelezen heb. Oké. Hoera! Nu kunnen we gaan verven. Gekke George. Grote kinderen stoppen hun handen niet in de verf. George is dol op met zijn handen verven. En Peppa is ook dol op met haar handen verven. Prachtig hoor. Mag ik een aardappel, mama Big? Maar ze zijn nog niet gekookt, papa Big. Heb je zo'n honger, papa? Nee, ik ga hem niet opeten. Kijk maar. Wat gaat papa Big nu doen? Oeh. En weten jullie misschien wat dit is? Dat is een bloem. Slimme papa. Toen ik nog een biggetje was, was ik dol op verven. Waar zijn mijn oude verfspullen gebleven? Papa, waarom heb je die rare muts op je hoofd? Dit is mijn baret. Daardoor krijg ik zin in schilderijen maken. Goed, wat zal ik gaan schilderen? Goeie keuze hoor, George. Ik maak een schilderij van de kerstboom. Wat is dat? Een schildersezel, Peppa. Hier staat mijn doek op. Wat is een doek dan? Dat is net zoiets als papier, maar dan speciaal voor schilderijen. Is dat tandpasta? Nee, Peppa. Dit is speciale verf voor volwassen schilders. Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin. Door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Big schildert de boomstam en de takken. Wauw. Papa, mag ik de kersen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. 1, 2, 3. Prachtig. Nu is George aan de beurt. Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera! Oh, daar zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eendjes. Ga weg, foei. Blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eendjes hebben ons schilderij verpest. Laat eens even zien. Nu maken de eendjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest hoor, Peppa. Het is perfect. Hoera! Oh ja, eigenlijk zijn wij hele goede schilders. En de eendjes dus ook. De vriend van George. Peppa en haar vriendjes spelen in de speeltuin. Peppa, Suzie en Henky staan op de draaimolen. Nee. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor! Daar gaat hij dan! Joehoe! Sneller, sneller! Ho, ho! George is nog te klein voor de draaimolen. Hij zit op de schommel.
Daar komt Kelly Konijn aangehuppeld. Samen met haar kleine broertje Karel. Hallo allemaal. Hallo. Mag ik ook op de draaimolen? Klim er maar op, Kelly. Zullen we super, super hard? De kleine Karel wil ook op de draaimolen. Ah, oh, als Karel erbij komt, kunnen we niet super hard meer gaan. Karel kan met George spelen. Karel, kom je lekker spelen met George? Nee. George heeft een dinosaurus, net zoals jij. Kom, dan gaan we kijken. Karel Konijn is precies even oud als George. Karel wil de dinosaurus van George graag zien. Grrr, dinosaurus. George, mag Karel met jouw dinosaurus spelen? Nee. Karel, mag George met jouw dinosaurus spelen? Nee. George en Karel willen hun dinosaurussen niet delen. George, spelen is echt veel leuker als je deelt. Dat is heel erg lief van George. Dinosaurus! George vindt delen maar niks. Karel, nu mag George de dinosaurussen vasthouden. Karel houdt ook al niet van delen. Wat is er allemaal aan de hand hier? George en Karel huilen altijd als ze samen spelen. Ze zijn nog veel te klein om samen te spelen. Kunnen jullie grote meisjes ze dat dan leren, denk je? Natuurlijk! We leren ze zandkastelen bouwen. Goed idee. Kom, dan gaan we naar de zandbak. George en Karel zijn dol op de zandbak. George, Karel, vandaag gaan we zandkastelen bouwen. Eerst vul je de emmer met zand. Dan zet je de emmer op zijn kop en geef je er een tikje op. Nu til je de emmer op. En hopsa! Karel heeft een zandkasteel gemaakt. En hopsa! En George heeft een zandkasteel gemaakt. Zie je? Samen spelen is zo leuk. Oh nee, dit spelletje is niet zo goed gegaan. Het is de schuld van jouw broertje. Hij vernieuwde het zandkasteel van George. Jouw broertje is begonnen met stuk maken, hoor. Kom, kom. Ik dacht dat de grote meisjes aan de kleine jongens zouden laten zien hoe ze samen moeten spelen. Dat klopt. Wij zijn al groot. En George en Karel zijn nog te klein om goed met elkaar te kunnen spelen. Ik heb een idee. George, wat is jouw lievelingsspeeltoestel in de speeltuin? Wipwap. George is dol op de wipwap. Wipwap. Maar in je eentje op de wip is het lastig spelen. Karel wil ook op de wipwap. Wipwap, wipwap, wipwap. Kijk, George en Karel spelen echt samen. Wipwap, 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 wipwap. George vindt Karel leuk. En Karel vindt George leuk. George en Karel vinden samen spelen leuk. Wipwap, wipwap. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Pig. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké. Maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen.
En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsie-pietsie langer in bad blijven? Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal één verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden... Oh, sorry hoor, papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Welterusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan papa Big en mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George... Maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. Teddy gaat een dagje uit. Peppa en de familie gaan vandaag een dagje uit en papa Big heeft een picknick gemaakt. Peppa, George, zijn jullie klaar om te vertrekken? Ja, en ik neem Teddy mee. Dinosaurus. Als je je knuffel meeneemt, moet je er wel goed op passen. Ja, mama. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. Daar gaan we dan. Dinosaurus. George heeft meneertje Dinosaurus laten liggen. Oh, George. Wel een beetje op meneertje Dinosaurus passen, hoor. Dinosaurus. Zijn we er absoluut zeker van dat we nu echt alles bij ons hebben? Ja, papa Big. Teddy! Waar heb je Teddy gelaten? Ik denk op de keukentafel. Peppa, je moet echt wat beter op Teddy gaan passen. Teddy! Dan gaan we nu echt. Iedereen klaar? Ja, papa Big! Daar gaan we dan. Hier is de picknickplaats. We zijn er. Ah, ik hou van deze picknickplek. Het is zo lekker rustig en stil hier.
Daar heb je Zoe Zebra met haar vader, meneer Zebra, de postbode. Hallo, meneer Zebra. Heeft u onze post? Oh, nee, vandaag bezorg ik geen post. Ik heb een dagje vrij. Nee, wij komen hier picknicken. Oh, wij ook. Wat leuk. Zullen we één grote picknick maken? Ja. Wat een fantastische picknick. Mogen George en ik alsjeblieft van tafel en met Zoe spelen? Ja hoor, Peppa. Zoe, ik heb Teddy bij me. Ik heb Aapje bij me. Dinosaurus. Ik heb een speelgoedservies bij me. Zullen we picknick spelen? Oh, kijk, eendjes. Die komen altijd als we hier picknicken. We hebben alsof limonade. En we hebben ook alsof taart. Dit is alsof taart. Het is heel erg lekker. Oh nee, ik denk niet dat de eendjes alsof taart willen. Niet erg. Dan is er meer voor Aapje, meneertje dinosaurus en Teddy. Verrukkelijk. Aapje zegt, de taart is echt super. Peppa, George, we gaan naar huis. Tot ziens, Zoe. Tot ziens. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. En wij gaan ook naar huis toe, Zoe. Goed, papa. Kopjes, bordjes, Aapje, Teddy. Oh nee, je hoort hier niet te zijn, Teddy. Peppa heeft Teddy laten liggen. Alweer. De hele familie Big is weer thuis. Ah, voor vandaag heb ik wel genoeg gereden. Nu wil ik alleen nog maar uitrusten. Op de bank zitten en kijken naar... Teddy! Ik heb Teddy niet! Oh, Peppa. Nu moet papa Big dat hele eind terugrijden naar de picknickplaats. Ja, natuurlijk. Daar is meneer Zebra, de postbode. Ik dacht dat u vandaag een dagje vrij had, meneer Zebra. Ik heb inderdaad een dagje vrij. Maar Zoe moet een speciale bestelling bezorgen voor juffrouw Peppa Big. Alsjeblieft, Peppa. Wat is het? Het is Teddy. Je had Teddy laten liggen. Dus nu brengen wij hem bij je thuis. Dank je, Zoe. Vandaag was wel een heel speciaal dagje uit voor Teddy. Maar Peppa, je moet echt beter op hem gaan passen. Ja, mama. Je bent een hele stoute Teddy. Je moet beloven dat je nooit meer zomaar weg zal lopen. Sorry, Peppa. Dat beloof ik. George van Kou. Vandaag regent het een beetje. Peppa, George, doe je regenjas gauw aan. Als het regent, moeten Peppa en George hun regenkleding aan. Bah. Maar George vindt zijn regenhoed helemaal niks. George, je moet je regenhoed ophouden. Waarom? Omdat je droog moet blijven. Waarom? Omdat je anders nog kou vat. Waarom? George, wil je graag in de tuin spelen? Dan moet je je hoed op. Kom mee, George. Peppa en George gaan in modderpoelen springen. Bah. George wil zijn regenhoed niet meer op. Peppa, George! Kom snel binnen. Het regent nu veel te hard om buiten te spelen. Oh, George. Waar is je hoed? Achoo. George heeft kou gevat. Achoo. Oh, arme kleine George. Dat klinkt niet zo best. Wacht maar even. Ik bel dokter Bruinbeer. U spreekt met dokter Bruinbeer? Juist, ja. Breng George maar naar bed. Ik kom er direct aan. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot zo. Moet George nu naar het ziekenhuis toe en krijgt hij medicijn? Nee, George moet nu gewoon naar bed. Oh, dan is George dus eigenlijk niet helemaal ziek. Hatsjoe! Dat is smerig. Arme George, ik breng je meteen naar bed. George, nu moet je even braaf in bed blijven. Nee.
George wil helemaal niet in bed blijven. Achoo. George, je moet echt in bed blijven tot je beter bent. Waarom? Omdat je warm moet blijven. Waarom? Omdat dokter Bruinbeer dat zegt. Hallo, waar is de patiënt? Mondje open, zeg maar. George is een beetje ongerust. Peppa, jij bent groot en stoer. Kun jij mij blij maken met een mooie... Natuurlijk! George heeft kou gevat. Moet George een medicijn? Nee, maar wel wat lekkere warme melk, zodat hij goed kan slapen vannacht. Dank u, dokter Bruinbeer. Graag gedaan, hoor. Tot ziens. George heeft de hele dag in bed gelegen. En Peppa moet nu ook naar bed toe. George, ben je beter? Achoo. George is nog niet beter. Achoo. George, kun je minder hard niezen? Zo kan ik toch niet slapen? George, hier is lekkere warme melk, zodat je kunt slapen. De warme melk maakt George al snel erg slaperig. Welterusten, mijn kleine biggetjes. Wat is het heerlijk rustig. Het is ochtend en George heeft uitstekend geslapen. George is weer beter. Kom mee allemaal. Het is een prachtige zonnige dag. George heeft zijn regenhoed op. Hij wil niet weer kou vatten. Oh, George, nu hoeft je regenhoed niet op, hoor. Waarom? Omdat het lekker zonnig is. Waarom? George, hou alsjeblieft op met steeds waarom zeggen. Waarom? George is absoluut weer beter. Olivia Olifant. Peppa en haar vriendjes gaan vandaag weer naar school toe. De kinderen hebben allemaal een eigen haak om hun jas aan op te hangen. Vandaag krijgen we een nieuwe leerling. Olivia Olifant. Hallo, Olivia. Hallo. Olivia is een beetje verlegen. Wie wil aan Olivia laten zien waar ze haar jas kan ophangen? Oho, eentje is genoeg, hoor. Peppa, wil jij Olivia wijzen waar ze haar jas ophangt? Natuurlijk, mevrouw Gazelle. We hebben allemaal een eigen jashaak. Deze is voor jou, Olivia. Olivia hangt snel haar jas op aan haar eigen jashaak. Zeg eens, Olivia, wat zou jij vandaag willen doen? Verven, kleien of met de blokken spelen? Ik weet het niet. Misschien wel. Met de blokken. En wat kiezen jullie? Verven, kleien of met de blokken spelen? Met de blokken! Ja. Kijk eens aan. Met de blokken spelen is populair vandaag. Want iedereen wil naast Olivia zitten. Olivia, zet dit blok maar bovenop een ander blok. Kijk, zo. Het is beter als je ze naast elkaar zet. Nee, kijk zo, Olivia. Miauw. Zo moet je dat doen, Olivia. Nee, Olivia. Gewoon zo. Jullie zijn allemaal heel behulpzaam. Maar Olivia, hoe zou jij met de blokken spelen? Ik weet het niet zeker. Misschien doe ik zoiets. Wauw! Olivia is goed in met de blokken spelen. Het is speelkwartier. Olivia, wil je ook buiten spelen met de anderen? Ja, leuk. Kan iemand Olivia mee naar buiten nemen? Ja, mevrouw Gazelle. Tijdens het speelkwartier spelen Peppa en haar vriendjes in de schooltuin. Wat een hoop lawaai, zeg. Oké, wie maakt het hardste geluid? Dat is goed, ik ga eerst. Dat was aardig hard.
Nu is Zoe Zebra aan de beurt. Nu Suzy Schaap. En Henkie Hond. Zo, dat is best hard. Ik ben. Nu ik. Nee. Mijn beurt. Peppa kan het hardste. Olivia, nu jij. Ik weet niet of ik dat kan. Doe alsjeblieft. Oké, komt-ie. Grote griebels, wat was dat hard. Wauw. Doe het nog eens. Olivia is nu niet verlegen meer. Olivia, wil je meedoen met mijn lievelingsspel? Wat is jouw lievelingsspel? Springen in modderpoelen. Dat is ook mijn lievelingsspel. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En Olivia is dol op springen in modderpoelen. Dit ziet er leuk uit. Ja, jippie! Mevrouw Gazelle is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Olivia, heb je het naar je zin gehad de eerste dag op school? Ja, mevrouw Gazelle. En je hebt ook al een hoop nieuwe vriendjes. Ja. Olivia Olifant is mijn vriendin. En Olivia is mijn vriendin. En de mijne. En de mijne. En de mijne. En de mijne. Olivia, wie vind jij het leukst? Ik denk Suzy en Henkie en Zoe en ook Kelly en Pedro en Peppa. Zwemmen! Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George! We staan op je te wachten! En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik! Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens één voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, Mama Big? Hoera! Alsjeblieft. Goed gedaan, papa Big. Ik ben
best wel goed in onder water zwemmen. Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa, je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Haha, rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan. Dus moeten Peppa en George terug naar huis? Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel, nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens, weer eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt, dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed, dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen... Hallo! Het is mejuffrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, papa Big. Aha, ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, papa.
Papa Pig heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, Papa Pig? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, wip-wap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Bootje varen. De eendjes zwemmen in de vijver. Ze hebben het naar hun zin. Hier zijn Peppa, George, Mama Big en Papa Big. Hallo eendjes. De eendjes willen brood. Sorry, mevrouw Eend. We hebben vandaag geen brood bij ons. Maar we hebben wel iets dat veel leuker is. Peppa heeft haar speelgoedboot meegebracht. En George heeft de zijne meegebracht. Ik zal je boot opwinden, George. George heeft een opwindboot met een veer. Snel, George. Zet je boot in de vijver voordat de veer is afgelopen. George is dol op zijn opwindboot. Mama, wind je mijn boot ook op? Maar dat hoeft niet met jouw boot, Peppa. Peppa's boot is een zeilboot. De wind duwt hem vooruit. Ik vind mijn boot niet zo leuk. Hij doet helemaal niks. Dat komt omdat het vandaag niet waait. Misschien heeft hij hulp nodig. Ik hijg en ik puf en ik blaas je boot vooruit. Hoera! Wat ging die hard, zeg? Peppa is dol op haar zeilboot. Nee. Daar heb je Peppa's vriendinnetje, Suzie Schaap. Hallo allemaal. Hallo, Suzie. Wij zijn aan het bootje varen. Nee. Ik heb een speedboot. Moet je hem opwinden? Nee, hij loopt op batterijen. De speedboot van Suzie vaart op batterijen. Oeh. Wat een coole speedboot. Sorry, mevrouw Eend. Daar is Henkie Hond met opa Hond. Hallo allemaal. Hallo, Henkie. Mijn opa heeft deze radarboot gemaakt. Oeh. Jongen zeg, dat is een prachtboot. En hoe werkt die? Hij vaart op stoomkracht. Wanneer ik dit hendeltje overhaal... Wow. Wat een geweldige radarboot. Hier is Kelly Konijn met haar mama. Hallo allemaal. Hallo Kelly Konijn. We zijn aan het bootje varen. Ik wou dat ik een boot had. Kelly Konijn heeft namelijk geen boot. Ik heb wel een idee. Gelukkig heb ik mijn krant meegenomen. Ik heb maar één bladzij nodig. Wat kan ik wel missen? Nieuws? Sport? Ah, mode. Die wil ik nog lezen, hoor. Oké, dan maar het politieke nieuws. Toen ik een klein biggetje was, vouwde ik ook al krantenbladzijden. Kijk, zo. Wat is papa Big van plan? Zo maakte ik een papieren boot. Papa Big heeft een papieren boot gemaakt. Bedankt, meneer Big. George wil ook een papieren boot. Ho, ho. Ik denk dat ik wel zonder de sportpagina kan. Mag ik er alsjeblieft ook een? Ik ook. En ik? Natuurlijk. Papa Big maakt voor iedereen een papieren bootje. Zullen we een race doen? Goed idee, mama Big. We gaan heel hard blazen en zo varen ze naar de overkant. Haal allemaal maar diep adem. Klaar voor de start. Blaas!
We hebben een winnaar. Wie had de sportpagina? Dat is de boot van George. George is de winnaar. Ik hou van bootjes. En van papieren bootjes het meest. Ik ook! Het is tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg leuk gehad. Tot ziens! Tot ziens, eendjes. Tot de volgende keer. De eendjes hebben het ook leuk gehad. Maar toch zijn ze blij dat ze hun vijver weer terug hebben. Rotspoelen. Peppa en George gaan met oma en opa Big een dagje naar het strand. Peppa en George zijn dol op het strand. Oh, waar is het zand naartoe? Op dit strand is er geen zand, Peppa. Geen zand? Maar we willen zo graag zandkastelen bouwen. Peppa en George zijn dol op zandkastelen bouwen. Kalm, kalm, George. Niet huilen, vent. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit kiezelstrand. Zoals wat? Als het laagwater is, blijven er plassen met zeewater tussen de rotsen staan. Die noem je rotspoelen. En in iedere rotspoel is iets speciaals te vinden. Iets dat de zee heeft achtergelaten. Oeh, kijk. Ik zie daar iets glinsteren. Het is een munt. Wauw. Misschien heb je een piratenschat gevonden. Oeh. Laten we alles wat we vinden bij elkaar leggen. Ja, en we bewaren het in de emmer van George. Wat voor verrassing vinden we in deze poel? Er zit geen verrassing in deze poel. Er is altijd wel iets te vinden, Peppa. Kijk maar goed. Oeh. U heeft gelijk, opa. Ja, het is een krab. Oh! De krab knijpt stevig in opa's vinger. Au. Au. Stoute meneer Krab. Kijk, George. Meneertje Krab loopt opzij. George doet net alsof hij een krab is. Peppa wil ook een krab zijn. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Knijp, knijp, knijp. Help! Er zijn twee stoute krabben die me willen knijpen. Knijp, knijp, knijp. Wij zijn stoute krabben. Knijp, knijp, knijp. Au! Weg, 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 jullie stoute krabben. Gauw terug naar jullie rotspoel. Ja! We gaan nog een rotspoel bekijken. En wat zie je? Een zeeschelp. Kan je de zee erin horen? Wat bedoelt u, oma? Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de zee. Wauw! Ik kan de zee horen. Ik hou van mijn zeeschelp. George, ga jij ook naar een zeeschelp op zoek? Schelp! Dat is geen schelp. Oh. Peppa heeft gelijk. Dat is geen schelp. Wat George heeft gevonden is een fossiel. Wat is een fossiel? Een fossiel is het overblijfsel van een dier dat heel lang geleden leefde toen er dinosaurussen waren. Dinosaurus. Wat zijn rotspoelen leuk! Ja, ze zijn leuk voor ons, maar niet voor dit kleine visje. Een visje? Waar? Oeh! Arm klein visje, hij zit gevangen. Oh! Het kleine visje zegt dat hij terug wil naar de zee. Waarom gebruik je de emmer niet? Om hem te redden. Ja! Peppa redt de kleine vis met haar emmer. Maak je niet druk, kleine vis. Je bent zo weer bij je vriendjes. Tot ziens, meneertje vis. Tot ziens. Oh. Ik hou van rotspoelen.
Een winderige herfstdag. Vandaag gaat Peppa naar het park. Wat is het vreselijk koud. Inderdaad. Kom, dan doen we snel warme kleren aan. Op koude dagen draagt de familie Big een warme jas, een muts en een sjaal. Ik doe de kap omhoog. Dan zet ik de verwarming aan. Heeft iedereen het lekker warm? Ja, papa Big. Tijd om te gaan. Daar is het park al. We zijn er. Hoera! Mama, waarom zijn alle blaadjes geel en rood? Omdat het herfst is, Peppa. In de herfst wordt het kouder en veranderen de blaadjes van kleur. Brr, wat een kille wind zeg. Laten we een spel doen om warm te blijven. Mijn beurt. Oh, ik wil hem helemaal niet die kant op schoppen. De wind blaast de bal hard vooruit. De bal ligt in de vijver. Met deze stok kan ik er vast wel bij. Nog een heel klein stukje, papa. Voorzichtig, papa Big. Ja, ja. Ik heb hem bijna. Papa, is het water koud? Een beetje maar. Dan blaast de wind de bal uit de vijver. Dat is mazzel. Ja, dat is geluk hebben. De wind gaat nog harder blazen. Hou je muts goed vast. Oh nee, de wind heeft de muts van George weggeblazen. Rustig maar, George. Papa Big gaat je muts wel halen. Snel, papa! Kijk! Hij hangt daar in die boom. Dan klim ik erin en pak ik hem. Maar dit boompje kan jouw gewicht niet houden, papa Big. Oké, hoe krijgen we die muts dan terug? Simpel, ik schud het boompje heen en weer. Ik denk dat ik wat harder moet schudden. Ik dacht dat zoiets alleen mij kon overkomen. Dit is niet grappig. Ik vind het wel grappig, mama. Inderdaad, wel een beetje grappig. Waar is de muts van George? Die zit bovenop je hoofd. Oh, hier is je muts, George. En nu goed vasthouden. De wind blaast alle blaadjes van de bomen. Kijk mij eens. Ik leun tegen de wind aan. De wind is sterk genoeg om Peppa overeind te houden. En ook om George overeind te houden. Papa, doe je mee? Ik denk dat ik te zwaar ben. Kom op, papa. Het is echt heel leuk. Goed, oké. De wind is zelf sterk genoeg om papa overeind te houden. Je hebt gelijk. Dit is leuk. Kom op, mama Big. Doe jij ook mee? Maar als de wind stopt, dan lig ik op mijn neus. De wind stopt zomaar niet. En dan stopt de wind. Oeh. Dat is niet grappig. Nou, wel een beetje grappig. Wat zullen we nu doen, nu de wind gestopt is? Wat is je lievelingsspel? Op en neer springen in modderpoelen. Maar er zijn geen modderpoelen. Alleen maar bergen saaie blaadjes. En wat kun je doen met al die blaadjes? Dat weet ik niet. Erin op en neer springen. Papa Big is dol op springen in de blaadjes. En Peppa is ook dol op springen in de blaadjes. Iedereen is dol op springen in de blaadjes. Dit is de leukste herfstdag van mijn leven. Bij papa op kantoor. Vandaag mogen Peppa en George mee naar het kantoor van papa Big. Papa? Wat doe je nou zo'n hele dag op kantoor? Heel veel leuke dingen. Wacht maar af. Dit is het gebouw waar papa Big werkt. We zijn er. Hoera!
Hallo, ik ben het, papa Big. Oh, hallo, papa Big. Mag ik ook op de knop drukken? Natuurlijk, Peppa. Hallo? Ik ben het. Hallo, ik. Kom maar binnen. Mijn kantoor is helemaal boven. Daarom gaan we met de lift. Mag ik op de knop drukken? Ik geloof dat George aan de beurt is. Druk maar op het bovenste knopje. Oeh. De lift neemt Peppa, George en papa Big mee naar de bovenste verdieping. Wauw. Bovenste verdieping. De deuren gaan open. Hier is het kantoor van papa Big. Hallo allemaal. Hallo papa Big. Hallo papa Big. Meneer Konijn en mevrouw Kat werken voor papa Big. Ik heb vandaag twee bijzondere bezoekers meegenomen. Peppa en George. Wat een grote eer. Ik leid jullie rond. Meneer Konijn, mogen we eerst bij u beginnen? Dat is een prima plan. Mijn werk is vooral met cijfers. Ik krijg hele belangrijke stukken papier. Ik pak een rode stempel en druk hem zo op het papier. Wauw! Wat heeft meneer Konijn leuk werk? Mag ik ook eens stempelen? Natuurlijk. Ik pak wel even een stuk papier. Hier ligt een papiertje. Misschien is een wit papiertje beter. Alsjeblieft. Peppa is dol op stempelen. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. We gaan weer verder. Volgende halte is het bureau van mevrouw Kat. Miauw. Hallo, Peppa en George. Hallo. Mijn werk is allerlei vormen tekenen. Op de computer. Oeh. Dan print ik de vormen uit. Wauw. En nu maak ik nog een kopie. Oh, dank u. Wat heeft mevrouw Kat leuk werk. Mag ik dat eens doen? Ik denk dat George nu aan de beurt is. Dat is waar, George. Nu ben jij aan de beurt om te werken. George maakt allemaal blauwe driehoeken. Nu print hem uit. Ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. Willen jullie nu mijn werk zien? Ja, graag. Dit is het bureau van papa Big. Mijn werk is wel een beetje ingewikkeld. Ik neem grote cijfers, die verander ik en dan bereken ik hun draagcapaciteit. Het werk van papa Big klinkt heel erg belangrijk. Gebruik jij ook rode stempels? Nee. Gebruik je dan een computer? Nee, maar wel kleurveldstiften. Papa, mogen we met jouw stiften tekenen? Goed idee. Peppa en George zijn dol op tekenen met stiften. Ik teken een huis. George tekent een dinosaurus. George tekent altijd dinosaurussen. Dinosaurus. Lieve help, het is alweer 5 uur. Tijd om naar huis te gaan. Jonge, jonge, wat heb jij een prachtig huis getekend. En wat een stoere dinosaurus. George en ik hebben papa's werk gedaan. En dat hebben jullie uitstekend gedaan. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. En ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. Maar het allerleukst vind ik papa's werk. De oogtest. Peppa en George spelen met Pedro Pony. Ze gaan in modderpoelen springen. Pedro glijdt uit. Nu is hij zijn bril kwijt. Nee. Ik ben mijn bril kwijt. Zonder zijn bril kan Pedro niet zo goed zien. George heeft de bril van Pedro gevonden. Malle George. Hier is je bril. Dank je. Pedro, waarom moet jij een bril op? Dat moet ik, omdat de opticien dat zegt. Wat is een opticien? Mijn vader is een opticien. Hij kan meten of jij wel goed kan zien. Hoe?
Kruipt hij dan soms in je hoofd? Hij doet een oogtest. Zal ik bij jou een oogtest doen? Ja, doe maar een oogtest. Oké. Interessant hoor. Doe één oog dicht en zeg dan wat je ziet. Nu zie ik George. Doe ze nu allebei dicht. Nu zie ik helemaal niks. Ziet helemaal niks? Erg interessant. Ik denk dat je een bril moet. Oh, echt waar? Ja. Pedro, we gaan. Tot ziens, Pedro. Nee. Tot ziens. Mama, ik moet een bril hebben. Wat? Pedro heeft een oogtest gedaan en nu moet ik een bril. Jouw ogen zijn heus in orde. Nee, mama. Toen ik mijn ogen dicht deed, zag ik helemaal niks meer. Maar niemand kan iets zien met zijn ogen dicht. Oh. Waarom wil jij opeens een bril, Peppa? Pedro weet echt alles van brillen. Zijn papa is opticien. Oké, Peppa. Dan gaan we nu naar de opticien voor een echte oogtest. Dat is goed. George, wil jij soms ook een oogtest? Nee. Peppe is bij de opticien. Nee. En de opticien is meneer Pony. Hallo, Peppa. Ga maar zitten. Wat kan ik voor je doen? Mag ik een oogtest, alstublieft? Geen probleem. Zet deze speciale bril maar op en kijk goed naar de kaart. Meneer Pony gaat nu Peppa's ogen testen. Kan je deze letters voor me oplezen? Oké. A, B, C, D, E, F. Goed. En nu deze cijfers graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heel erg goed. En nu de kleuren graag. Rood, groen, oranje, blauw, geel en paars. Uitstekend. Terwijl ik de uitslag bekijk, mag jij een bril uitzoeken. Oh, leuk! Wat vind je van deze bril, Peppa? Heel grappig! Hey, kijk, hoe vind je deze dan? Veel te groot. En wat dacht je hiervan? Wauw! Deze vind ik echt leuk, mama. Ja, Peppa. Die staat je fantastisch. Die staat fantastisch. Goed nieuws. Peppa heeft perfecte ogen. Oh, dus ik heb geen bril nodig. Nee. Maar die wou ik zo ontzettend graag. Wat dacht je dan van een mooie zonnebril? Ja, een zonnebril. Alsjeblieft. Fantastisch. Ik hoop dat de zon iedere dag schijnt. Dan kan ik altijd mijn zonnebril op. Ja. George is jarig. Vandaag is George jarig. Het is heel vroeg in de ochtend. George, het is veel te vroeg. Dinosaurus. Ga je bed weer in. Ik geloof dat hier iemand al klaar wakker is. Hartelijk gefeliciteerd. Hij heeft me wakker gemaakt. Toen jij jarig was, heb jij iedereen wakker gemaakt. Dat was anders. Toen was ik jarig. En vandaag is George dus jarig. Oh, hartelijk gefeliciteerd. Hier is je cadeautje, George. Oeh. Dinosaurus! Ik wist wel dat het weer een dinosaurus-ding zou zijn. Druk maar op zijn buikje. Oeh, wat griezelig. George, ik heb een kaart voor je gemaakt. Kun je raden wat ik getekend heb? George weet het niet. Eerst wilde ik een bloem tekenen. Oh.
George vindt bloemen maar niks. Maar op het laatst heb ik gekozen voor een... dinosaurus. Wat prachtig getekend, Peppa. Ja, ik ben heel erg goed in tekenen. Mooi. Nu is het tijd om ergens naartoe te gaan. Speciaal voor de verjaardag van George. Yippie! Kom mee! Waar gaan we naartoe? Wacht maar af. En daar gaan ze, ergens naartoe. Speciaal voor de verjaardag van George. Gaan we naar het circus toe? Nee, maar het is wel net zo leuk. Is het de bioscoop? Nee, veel leuker. Ik raad het nooit. Waar zouden ze toch naartoe gaan? We zijn er. Ze stappen uit bij het museum. Waarom gaan we naar het museum? Kom mee, je ziet het zo. Wat zou hier zo speciaal zijn voor verjaardagen? George, wat vind jij nou het allerleukst van de hele wereld? Dinosaurus. Oeh, dinosaurus. Speciaal voor zijn verjaardag mag George naar de dinosaurussen in het museum. Ha, alweer van die stomme dinosaurussen? Dinosaurus. Je hoeft niet bang te zijn, George. Het is geen echte dinosaurus. Het is maar een robot. Kijk, ik ga dus hier staan en... En nu is er nog een verrassing. Ja. Mejuffrouw Konijn heeft een verjaardagstaart voor George. Wie kan er raden wat voor soort taart dit is? Een dinosaurustaart. Dat klopt. Dat heb je goed geraden, Peppa. Gefeliciteerd, George. Nu nog één verrassing. Kom maar mee. Wat zou dat voor verrassing zijn? Wat denk jij dat het is, Peppa? Waarschijnlijk is het weer iets met dinosaurussen. Oh, wat is dat? Dat zie je als ik hem heb opgepompt. Ik weet het, ik weet het! Het is een springkasteel, toch? Peppa is dol op springkastelen. Maar als hij voor George is, dan moet het toch iets met dinosaurussen zijn? Het is een dinosaurus. Een springdinosaurus. George is dol op springdinosaurussen. Iedereen is dol op springdinosaurussen. Dit is leuk!